Elke week belanden er 45 tieners stomdronken op de spoedafdeling. Jongeren van 12 tot 17 jaar. Vanaf 16 jaar mag je in ons land al bier en wijn drinken. Moet die leeftijd opgetrokken worden naar 18? We gaan bier pokeren vandaag. En wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon poker met veel bier. Ah, ja. Bakje. Maar gaan we die jongeren dat leren door gewoon alcohol te verbieden? Ik denk dat iedereen hier in dit half rond daar moet op antwoorden. Nee. Bij een studio, hoe oud zit je dan? 11 jaar. Je gaat in die winkel en je denkt, oh, dat is grappig, ik ga er een kopen. En ze verkopen je dat. Oké, jij drinkt dat dan op. En zo, oké. Okay, en kop en niks. Ja, dat is de eerste keer dat jij een kop lijkt. Moeten jongeren leren eigenlijk met alcohol omgaan, met vallen en opstaan en soms met vallen letterlijk te nemen. Beginnen we met een gin, omdat je dan nog veel geld hebt. Al met champagne. Dan is het eigenlijk af aan het budget, maar je begint met je gin tonic omdat dat het meeste kost en dan denk je oei, ik kan al wit wijn en dan denk je oei, daar heb ik heel veel geld mee. Dan begin je met pils en dan wat een tel bijhouden, dat doen we niet. Want door het wangedrag van sommige jonge mensen dreigt nu een hele generatie afgestraft te worden. Bij mij aan tafel Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugsproblemen en Danny van Assen van Horeca Vlaanderen. Ja, mevrouw Geirnaert, op dit moment mag men vanaf 16 jaar al alcohol kopen of bier of wijn drinken op café. Maar u bent voorstander van het optrekken van die leeftijd. Waarom? De huidige situatie is eigenlijk een zeer onduidelijke situatie. Bier en wijn mag vanaf 16, sterke drank mag vanaf 18. De tussenproducten is dikwijls met een vraagteken. En eigenlijk gaat het altijd over alcohol. Dat is een toxische stof die eigenlijk voor jongeren niet gezond is. Ook voor volwassenen trouwens niet. En ik denk dat je veel eenduidiger een boodschap kunt geven met de leeftijd van 18 jaar. Trouwens, in Europa zijn we eigenlijk van de laatste landen die nog met 16 zitten. De meeste Europese landen hebben de leeftijd van 18 jaar. Oké, meneer Van Assen, één duidelijke richtlijn. 18 jaar, vanaf dan mag alcohol genuttigd worden. Wat vindt u daarvan? Wel, ik denk dat we daar een beetje naïef in zijn. Want ik denk dat wanneer we denken dat we de alcoholproblematiek gaan oplossen door wetgeving en door de leeftijdsgrens te gaan optrekken, dat we dan naïef zijn, dat we een beetje hypocriet zijn zelfs. Wanneer we horen deze week dat er cijfers zijn die vanuit de hospitalen komen, dat er tot 40 jongeren per week binnenkomen met alcoholintoxicatie, dan vind ik dat een bijzonder groot probleem. En dan zeg ik dat wij als maatschappij daar ook iets aan moeten doen. Maar niet die leeftijd. Maar niet die leeftijdsgrens, want dat is volgens mij net een hypocriete maatregel. Omdat ten eerste wordt vastgesteld dat er bijvoorbeeld bij de jongeren die binnenkomen, dat er heel veel 14- en 15-jarigen zijn. Dat er ook heel wat 16- en 17-jarigen zijn, maar waar ik mijn hand voor in het vuur durf steken, dat de grootste meerderheid daarvan niet uit cafés komen. Met andere woorden, er is waarschijnlijk een probleem en er moet een oplossing voor gezocht worden. Maar ik denk dat het verhogen van die leeftijdsgrens geen oplossing is. Ja. Jongeren houden zich nu al niet aan de huidige regels. Ze geraken er toch aan, dus het gaat niet veel veranderen. We hebben de wetgeving 16-18 sinds 2009. En wij bevragen elk jaar leerlingen in het secundair onderwijs naar hun alcoholgebruik. En we merken een zeer grote daling van het gebruik van jongeren tussen 12 en 14 jaar. Dus je hebt daar eens een buffer nodig. Ik ga ermee akkoord, met die wetgeving gaan we nooit 100% van de jongeren van de alcohol houden. Maar in 2003, dus 10 jaar geleden, hadden we 53% van de jongeren die het laatste jaar alcohol hadden gedronken. Nu is dit gedaald naar 25%. En jaar na jaar gaat het cijfer naar beneden. Voor mij is dit het bewijs dat een alcoholwetgeving, dat dit wel werkt. En als we de leeftijd op 18 zullen houden, zullen we natuurlijk 17-jarigen hebben die al eens een glas drinken en eens een glas te veel drinken. Maar de grote groep geeft nu aan, ik drink geen alcohol, omdat het bij wet verboden is. En dat is toch wel belangrijk als signaal vanuit de jongeren zelf.
Als het al een beperkt effect heeft, waarom dan niet als signaal? Ik durf zelfs te betwijfelen dat het effect door de verhoging van die leeftijdsgrens komt, dat 12 tot 14-jarigen minder beginnen te drinken, omdat er een verhoging is voor bepaalde dranken van 16 naar 18 jaar. Dat is volgens mij wat men noemt een spurious correlation. Dat is hetzelfde als er vliegen meer ooievaars door de lucht en daarom zijn er meer geboortes. Dat is eerder een toevalligheid. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het buitenland, wanneer we de landen zien die het meeste te maken hebben met binge drinking, met coma zuipen, wel, dan zijn dat Scandinavische landen, dan zijn dat, is dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Wel, daar zien we dat dat de meest strenge alcoholwetgeving is die je kan hebben. En dat het de Britten zelfs zover zijn gegaan om enkele jaren geleden het sluitingsuur in pubs te gaan afschaffen om net die alcoholwetgeving een beetje te versoepelen om het alcoholprobleem ook beter onder controle te krijgen. Tot dan toe was het de gewoonte om 11 uur moesten de pubs toe. Om 10:30 werd er geroepen, time gentlemen, please, last call. En werd er als een gek nog een half uurtje gezopen. Met andere woorden, soms hebben verstrengingen van maatregelen ook een averechts effect. Ja, een verboden vrucht is aantrekkelijk. Hè? Als jongeren het pas op 18 jaar mogen, ja, dan vinden ze het nog interessanter om het vroeger toch al eens te proberen. Dat klopt inderdaad. Een aantal jongeren zijn op zoek naar sensatie en op zoek naar grenzen. Dat is een deel van jong zijn. En dan is het belangrijk om als samenleving juist goede grenzen te stellen, dat men daar een stukje tegenop kan botsen, maar toch om heel duidelijk aan te geven wanneer is het te veel of wanneer is het te vroeg. Ik vind het altijd verrassend dat we rond alcohol zo moeilijk grenzen kunnen stellen. Terwijl bijvoorbeeld als ik kijk naar de leeftijd waarop je met een wagen mag rijden, is bij ons 18. Waarom verlagen we die niet naar 16? In een aantal landen, zoals de Verenigde Staten, kan dat wel. Wij vinden als samenleving dat er zoveel, dat het een complex gebeuren is, dat er zoveel risico's aan verbonden zijn. Dus we behouden de leeftijd van 18. 20 Europese landen hebben die leeftijd al op 18, hè, om een duidelijke grens te stellen. Nu, wat vreest u? Vreest u dat de horeca hier klanten door zal? Nee, ik vrees niks. Ik vrees alleen dat een foute oplossing is. En ik wil ook onmiddellijk komen op de juiste oplossing. Om ook bijvoorbeeld te reageren op het rijexamen. Wel, op 18 mag je een rijbewijs hebben. Vanaf 16 begin je te leren rijden. Met andere woorden, je hebt een overgangsperiode. Wat denk ik dat wel belangrijk is, en dat was mijn verrassing toen we de artsen lazen deze week, die zeiden van kijk, wij krijgen hier 40 kinderen per week binnen, jonge adolescenten per week binnen, die echt alcoholintoxicatie hebben. Laat ons stoppen met softe sensibilisering. Je moet de wet wijzigen. Dan zeg ik opnieuw, die wet gaan veranderen van 16 naar 18 jaar, gaat dat probleem van coma-zuipen bij die jongeren niet oplossen. Je moet net wel sensibilisering doen. Het is een maatschappelijk probleem. Het gaat effectief, en daar ben ik het volledig eens met wat mevrouw Gernaert zegt, het zit tussen de oren van de mensen, het zit tussen de oren van de kinderen, het zit tussen de oren van de ouders, het zit tussen de oren van de ganse omgeving. En we moeten met z'n allen leren omgaan met alcohol. En die wettelijke opschuiving gaat er niks aan maken. We gaan er net voor moeten zorgen dat we op een verantwoorde, volwassen manier met alcohol kunnen omgaan. En daar kan je maar best heel vroeg mee beginnen om dat mee te geven. De oplossing ligt bij sensibilisering. Sensibilisering is één deel, maar wetgeving is toch ook een tweede element. En ik ben akkoord dat alleen maar de wetgeving na 18 gaat de oplossing niet bieden. Wat we nodig hebben is een groot alcoholplan. Een alcoholplan waarop verschillende niveaus wordt gewerkt. Op reclame, op de kostprijs, op de happy hours die aanleiding geven tot veel drinken. Op sensibilisering en op ook een vroege detectie van problemen en hulpverlening. En dat nationaal alcoholplan dat we bijna er hadden in 2013 is helaas afgeschoten. En ik denk dat dat de basis moet vormen om dan ook voor jongeren de geloofwaardigheid te krijgen. Nu lijkt het alsof het alleen een probleem is voor jongeren. De meeste alcoholproblemen zijn bij volwassenen. De meeste mensen op een spoed zijn volwassenen die geïntoxiceerd op de spoed terechtkomen. En niet die 40 jongeren per week. Dat zijn er veel meer bij de volwassenen. En dat vind ik toch wel belangrijk om... Als jongeren zich op dit moment al niet houden aan de wet, gaan zij dan luisteren naar spotjes, naar campagnes, naar folders? Want dat is sensibiliseren. Hè? Sensibiliseren is veel meer dan spotjes, campagnes, folders enzovoort. Sensibiliseren is, zoals ik daarnet zei, proberen tussen de oren van de mensen te kruipen. Proberen aan te geven van, kijk, sommige dingen doe je nu eenmaal niet. Drinken en rijden bijvoorbeeld, dat doe je nu eenmaal niet. En het is pas wanneer ook de omgeving daar rond afkeurend begint te zijn, wanneer men dat wel doet, dat men dat gedrag ook effectief kan gaan aanpassen. Je hebt aan de ene kant controle nodig, bestraffing wanneer mensen regels overtreden, maar je kan niet in elk café, je kan niet in elke school, je kan niet in elke huiskamer een politieagent of een paratrooper gaan zetten om dat te gaan onderbouwen.
Wat je dus moet proberen te doen, is ervoor zorgen dat de peergroep, de mensen die rondom zijn, zeggen van nee, wij gaan dat niet doen. En dat is een werk van lange adem. Daar moet bijzonder in veel in geïnvesteerd worden. Je moet dat op de correcte, juiste manier doen. Meneer Van der Stichelen zat hier ernaast. Die kan misschien goede suggesties geven. Je moet dat op een goede manier aanpakken. Maar dat gaat veel verder dan een foldertje verspreiden om het even waar. Okay. Dat was ook de reactie van minister van Volksgezondheid, Margie de Blok. Die leeftijd verhogen niet meteen. Maar als je iemand, een dronken jongere, ziet, lach er niet mee, maar praat ermee en help die persoon. Dat is zeker een goed advies. Er zijn voor uw vrienden in moeilijke omstandigheden is heel belangrijk. Maar allez, ik wil toch nog eens terugkijken. Het is echt een evenwicht tussen een aantal beleidsmaatregelen die echt de verantwoordelijkheid zijn van de overheid en het sensibiliseren en het werken met ouders, met het voorbeeldgedrag van ouders. En ik denk het maatschappelijk debat dat we hier nu ook een stukje voeren, is zeer belangrijk om juist wat tussen de oren van de mensen zit, om dat geleidelijk aan te laten veranderen. Oké, de politiek moet ermee aan de slag. Dank jullie wel alvast voor